Wat ik jammer vind, is dat er groeperingen zijn in de gemeenschap en jou hebben het zwaar. We hebben het niet zo eenvoudig zwaar, we hebben het bijzonder zwaar. Maar dat men een beeld wil geven alsof het aan de regering ligt. Dus we gaan de regering omverwerpen en dan komt er een andere regering. Migado, Arbiteka Sturu. En ik heb geen probleem met de stoel. En 2020 kunt u uw best doen. Dan kunt u die stoel, als het volk wil, weer overnemen. Nu vragen we een ieder om all hands on deck om samen Suriname te redden van en te behoeden in deze periode, omdat we al ook hebben voorspeld wanneer de zaak in herstel gaat en wij daadwerkelijk dit land naar grotere hoogte zullen brengen. Want ze hebben haast. Sommige mensen presenteren zich nu als alternatief. Maar het is goed. En een paar mensen van ons waren geschrokken. Toen ze hoorden iemand, mensen aan de persconferentie. Ik dacht, meneer Brunswijk, Sommerhardje en zo. Voorzitter VAP, nou moeten we even ontgaan. Alternatief voor dit land. Maar ik moet er wel bij zeggen, het is bijzonder zwaar, ook voor de president. En het is goed dat er af en toe grappen worden gemaakt waardoor je kunt ontspannen. Gelooft u me, volk van Suriname. We hebben de gelegenheid gegeven en ik doe er alles aan. Ik doe er alles aan. Eindelijk had ik zin laat in de assemblee om te gaan en zeggen van, maar de grond laat het niet toe. Ik vraag wie van u er 1 week in deze tijd president zijn. Wie van jullie hier in die DNA? 1 week president. Lange Letitia Fries de Laan. Maar helaas, de grondwet laat het niet toe. Dus laat men in alle rust 2020 afwachten. En dan zien we wel tegen die tijd hoe het volk en wat de voorzienigheid wil voor dit land.